Goedemorgen, machinist. De NS1700 is definitief buiten dienst. NS heeft de rijtuigen ICR aangepast om te werken met trakslocomotieven. Vandaag mag u met een korte stam IC Plus op weg naar Roosendaal. Uw dienst gaat tot Zutphen. Veel succes en een goede rit. Even van de pauze af. Welkom op station Zwolle allemaal. Wij rijden vandaag met de 186 van Chris. Nou, jullie wel bekend, denk ik. En het scenario wat ik rijd is te downloaden op Dutchims en is voor de IJzerlijnen, maar ik heb het even aangepast. En ik heb er even wat mooiere wagons aangekoppeld dan normaal, namelijk de IC Plus wagons. Werden die normaal getrokken door een 1700, helaas zijn de 1700'en van NS buiten dienst gegaan. Jammer, maar helaas. Ik moet wel even de deuren openen, dat is wel zo handig, anders kunnen de mensen niet instappen. Hoe lang staan wij hier? Wij staan hier 2 minuten, dat komt helemaal goed. Naast ons de buffel in de richting van Raalte, Wierden, Almelo en eindbestemming Enschede. Toen was het nog een buffeltje. Ons sein is nog rood. Dat zal niet lang meer duren. Ik ga even de trein klaarmaken. En wij gaan even de bediening HFB mag uit. Het systeem mag op ATB. Enter. Dat staat aan. Zijn is groen. Helemaal mooi. Mau, heb je alleen maar tweede klas rijtuig of zie ik het verkeerd? Dat zie je verkeerd. Ik heb 1 eerste klas rijtuig. En nu weet ik dat IC Plus normaliter wat meer was van de eerste klasse. Maar ja, deze IC Plus rijtuigen die zijn in de normale dienst opgenomen. Dus ja, weet je, dan voldoet een rijtuigje eerste klas minder ook nog wel. We hebben 8 rijtuigen in totaal in plaats van de normale 11 of 12. Helemaal goed. In de verte zien wij Arriva vertrekken. En wij gaan op naar onze eerste stop en dat is station Weijen. IC Plus was Heerlen Den Haag. Niet alleen dat, ook Haarlem-Maastricht heeft onderdeel uitgemaakt van IC Plus. Maar ze reden inderdaad vooral in het zuiden van het land. Ze zijn inderdaad, zoals ik al zei, het bekendst van wat jij zegt, Den Haag, Heerlen. Nou, later toen het project afgelopen was, toen zijn de rijtuigen ook nog, toen gingen ze in revisie naar ICRM. En toen zijn de rijtuigen ook nog beland in de gewone rijdende dienst. Dus toen kon je dus meemaken dat je verschillende soorten rijtuigen in je trein had. Die samen wel, weet je, dan had je bij dit ene rijtuig had je ICR, IC Plus, ICK, Plan W, Plan L. Nou, alles door elkaar heen. Benelux rijtuigen, dus weet je, dat zijn echt van die getrokken treinen dat je denkt van, hoe krijg je het voor elkaar? Maar dat kon toen gewoon. En de IC Plus rijtuigen hebben nog anderhalf, 2 jaar rondgereden. In de normale NS reizigerstreinen. Tot op een gegeven moment de rijtuigen buiten dienst gingen om de revisie in te gaan. Toen was het natuurlijk afgelopen. En omdat er ook niet zo heel veel waren, waren ze ook redelijk zeldzaam. Maar toch moet ik zeggen, ik vind persoonlijk de IC Plus rijtuigen een van de mooiste ontwerpen die NS ooit gemaakt heeft. Het is heel simpel, maar naar mijn mening heel erg chic en heel erg mooi. Met dat boogje onderop. Het straalt gewoon echt uit dat het een lange afstand intercity is op de een of andere manier voor mij.
achtergrond gaat de buffel, zoals ik al zei, naar Enschede toe. Zien we hem daar ook nog? Nee, helaas. Dan gaan wij eens optrekken in de richting van de 130. Waarom ik de AFB wat heb uitgezet. Of even heb uitgezet, want dan kan ik met een losse lok even wat meer tractie geven. Dan kunnen we even wat sneller naar de 130 trekken. Ik vind de trein fijn. Ja, dit scenario gaat tot Zutphen. Christian, was het niet de video van Eurorails die daarin voorbij kwam? Eurorails heeft inmiddels zoveel video's dat ze zo'n beetje alle treinen wel hebben vastgelegd. Dus vast wel. Nog 9 kilometer tot station Weijen. Terwijl hier met ongeveer 131 door de weilanden vliegen. Op de achtergrond de IJsselcentrale, als ik het goed zeg. Inmiddels is deze centrale gesloopt. Nou, de TS hebben we hem nog gelukkig. Hier een onbewaakte overweg. Volgens ProRail levensgevaarlijk natuurlijk. Van Zwolle naar Deventer blijft altijd een beetje een vage spoorlijn, want natuurlijk, dit stuk is natuurlijk gewoon dubbel spoor. Maar als we straks bij station, hoe heet het ook alweer, niet bij Weijen, maar de volgende, dat is Olst geloof ik, ja, station Olst komen, dan wordt natuurlijk een enkelsporige spoorlijn. Alleen hebben ze de dubbelsporige bovenleiding geplaatst, zo van, weet je, dan in de toekomst bouwen we er een lijn naast. Alleen dat is nooit gebeurd. Vroeger reed hier nog een stoptrein in de Intercity. En dan kon je van Zwolle gewoon direct naar Deventer. En dan deden de stoptreintjes, deden Weijen en Olst. Maar dat is na verloop van tijd opgeheven. Net als het zakspoor wat ooit in Deventer was. En als je je afvraagt wat een zakspoor is. Het zakspoor is een spoor wat tussen de perrons in loopt en dan doodloopt. Haarlem heeft ze ook nog. In Gouda was er heel lang nog een zakspoor waar het trammetje stopte. Dat is inmiddels ook opgeheven. En ik kan me best voorstellen dat het best wel proppen was voor de planners bij NS. Om al die stoptreinen en die intercities er doorheen te jagen. Want als die stoptreinen rijden, heb je natuurlijk, moet je dat stuk van Deventer naar Olst moet je in 7 minuten doen. Anders kan de stoptrein er niet meer tussendoor. Want 7 minuten heen, 7 minuten terug is een kwartier. En dan komt de volgende stoptrein al. Want ja, je moet ze eigenlijk perfect spreiden. Die treinen. Anders past het sowieso niet. Clipmeneer heeft hier ooit een scenario gemaakt waar elk kwartier een trein reed. Ik denk niet dat de dispatcher dat erg leuk vond. Ja, Christian zegt, Duitsland geeft onze sporen terug, inderdaad. Er lag inderdaad dubbel spoor, het is alleen nooit teruggelegd.
Het hele baanlichaam ligt er in het echt ook nog. Als je kijkt naar bijvoorbeeld een cabinevideo van Zwolle naar Roosendaal of van Zwolle naar Deventer. Dan zie je alles liggen, alles werkt perfect, alles ligt er. De overwegen, ja, staan er een beetje stom bij. Maar ja, en ze hebben zelfs al wat draad gespannen over de bovenleiding. De bovenste draad, die hangt er al. Terwijl wij zo direct aankomen bij station Weijen. Zet ik hem stil bij de 10. 8 wagens plus een locomotief. Als ik hem bij de 8 zet, dan sta ik met mijn kont over de overweg. Maar eigenlijk moet ik alleen met de lok voorbij de 8 zijn. Dus 9. 9 is goed. Links een 186 met een gewone ICR-stam. Douwe vraagt, heb je ooit de Leeuwarden Shuttle gespot? Niet, wel. Ja, die heb ik wel gespot in 2008. Vanuit de museumpendel. Nou, deze trein heeft wel gewoon ICRM bij zich met een stuurstandrijtuig. De stuurstandrijtuigen van Chris zijn niet te bereiden, maar kunnen wel gebruikt worden als sluitrijtuig, want ze hebben werkende sluitzijnen. Kennelijk hoeft er achter niemand uit, want daar zijn de deuren niet open. Remmen lossen. En weg gaan we alweer. Op zich begrijp ik het natuurlijk wel dat hier de Intercity stopt. Want ja, weet je, om hier nou een stoptrein voor in te leggen apart weer, dat is ook weer zoveel gedoe. Kost heel veel geld. Dus dan liever even dat je de Intercity laat stoppen en dat hij dan bij de rest van het traject de boel overslaat. Het scheelt een hoop centen. Alleen aan de andere kant, de Intercity is natuurlijk bedoeld om te stoppen op belangrijke stations. Dus niet op een Weijen of een Olst. Hoe leuk Weijen en Olst natuurlijk ook vinden dat ze een Intercity verbinding hebben naar Zwolle. Maar ja, dat moet wel als laatste station. En Roosendaal. In dit geval waarschijnlijk Deventer Zutphen is belangrijker voor hier, maar... We hebben de 130 alweer bereikt. Ik haal de tractie er meteen weer vanaf. Onbewaakte overweg. Douwe vraagt, denk je dat Nederland en de NS worden toegevoegd aan Trains in World? Nee. Momenteel in ieder geval nog niet. Ik weet dat Chris Trains wel
wat geëxperimenteerd heeft met Trains in World. Daar heeft hij ooit wat screens van laten zien van de flirt in Trains in World. Alleen er zijn twee problemen. 1. Hij heeft niet de toegang tot de developer tools die hij nodig heeft om helemaal voor TSW te kunnen ontwikkelen. En 2. Ondersteuning vanuit DTG is zoals altijd te huilen. Hij heeft namelijk contact gezocht met DTG. Alleen daar kreeg hij gewoon geen gehoor. Niemand die hem beantwoordde, niemand die contact met hem opnam, niemand die zei van hé, je kan dit doen of je, hier kan je een bepaald ding doen. Dus eigenlijk gooit DTG zijn eigen ramen in. En kunnen third-party developers, behalve een aantal Happy Few, in dit geval bijvoorbeeld Rivet Games en ook Thomson Interactive, geloof ik. Die heeft ook weer de 101 bedacht. Die kunnen wel dingen bedenken en dingen maken voor TSW. Maar de rest van de developers die moeten maar in stikken. Die krijgt geen toegang tot de API. Lars zegt, hij kan met Matt Paddleston contact opnemen. Die is DTG-mod. Ik zou het nog sterker vertellen. Matt Paddleston. Oeh, Linneas. Met een autotrein. Nou, mooi is die uit de weg. Dan kunnen wij zo direct mooi verder richting Deventer. Matt Paddleston is de senior producer van Trains in World. Met andere woorden, die staat nog wel een tikje hoger bij DTG. En je kan van mij aannemen dat Chris waarschijnlijk wel geprobeerd heeft om contact op te nemen met Matt, maar dat het niet gelukt is. Kennelijk. Anders had hij het namelijk wel dingen ontworpen voor Trains in World. Ik weet ook dat Koa geprobeerd heeft om wat dingen te ontwerpen voor Trains in World. Dat wil zeggen, vooral voor Unreal Engine 4, want dat is in principe gewoon gratis, hè, Unreal Engine 4. Daar hoef je niet voor te betalen tenzij je een bepaald bedrag verdient, geloof ik. Terwijl wij aankomen op het station van Olst, 40 minuten te vroeg. Minuten, 40 seconden. En zoals je ziet heeft NL Jur hier keurig netjes centrale hangers gebruikt. En nog valt mijn stroomafnemer buiten de draadjes. Nou ja, valt op dit stuk. Dat kan nog net. Liever niet, maar het kan. Hier een bekend plaatje. Ik heb deze al vaker gepost. Maar ik zal nog een keer het plaatje maken. Ik zal ook even zo'n plaatje maken. Dan kan ik hem op YouTube uploaden als thumbnail. Zo. En ik zie in de verte dat wij een rood sein hebben. Mogen wij al vertrekken? 36 mogen wij vertrekken. Dus. Even te kijken of er misschien wat aankomt. Er komt wat aan, want het sein wordt geel. Dus dat betekent dat er nog een rijweg is ingesteld. Maar goed, waar was ik? Door meerdere stremmingen wordt er een aantal treinen omgeleid. Vertrek niet voordat je sein groen is. Er komt dus nog een trein aan. Weer een 186, in dit geval de ex-Captrain en nu NS International met een IC-Berlijn. En voor de mensen die goed opletten, die zagen ons eigen sein op groen springen. Wat was nou de reden dat er één spoor ligt tussen Deventer en Olst? Het is in de oorlog weggehaald, Lars Koevoets. Door de Duitsers of door de Nederlanders, ik weet niet meer door wie.
Het is weggehaald omdat ze had een tekort, geloof ik. Metaal, van alles. Dus ze hebben het weggehaald, ze hebben het opgespoten voor wat anders, waarschijnlijk wapens. En ze hebben het nooit meer teruggelegd. Maar goed, om eventjes een lang verhaal kort te maken. Komt er content voor uit Nederland voor TSW? Nee, voorlopig niet. Wellicht dat er iemand is die wel een model maakt wat te gebruiken is in TSW. Maar dan nog moet je toevoegen aan het spel. En naar mijn weten is dat niet mogelijk zonder dat je het bij DTG aanmeldt. Tenminste, ik zou niet weten hoe. Want in tegenstelling tot bijvoorbeeld Train Sim, waar we inmiddels de mappenstructuren zo helemaal kennen. Kennen we die bij Train Sim World wat minder goed. En volgens mij moet je ook een aantal dingen in de source code zelf veranderen voordat je... Nee, de source code, dat is niet het goede woord. Je moet in ieder geval wat dingen in de game aanpassen om het te laten werken. En ja, als je dat niet kan, en dat kan je niet als je niet bij DTG zit, of in ieder geval geen contact hebt met DTG, dan kan je het vergeten. Hoe jammer het ook is, helaas. Maar ja, zoals jullie ook weten, we hebben ook geen route-editor voor TSW. We hebben geen scenario-editor voor TSW. Ja, we hebben een scenario-planner. Ja, je bedoelt dat ding waarmee je niks kan. Als we dat even vergelijken met Train Simulator, is dat gewoon rotzooi. Dus dat noem ik geen scenario-bouwer. Dus ja, voorlopig blijven we gewoon op Train Sim. Het volgende station is station Deventer, waar wij over 3 minuten al hopen te arriveren. Dat wordt wel krap, vrees ik. Maar we gaan het proberen. Over Train Sim World gesproken. Ik weet niet of de mensen hier al weten wat er komen gaat. Maar er is zojuist afgelopen week bedoel ik dan... een nieuwe versie van Train Sim World aangekondigd. En afhankelijk wanneer je deze video op YouTube kijkt, kan het al zijn dat die al uit is. Dus neem het even met een korrel zout als die al uit is. Daarin zitten een aantal nieuwe routes. Het is een beetje hetzelfde principe als de nieuwe versie van Train Simulator. Er zitten 3 nieuwe routes in, met een aantal bijbehorende treinen. En die versie heet inderdaad Train Sim World Rush Hour. Nou, onder andere de BR101, de BR112 op Hamburg-Lübeck. Kijk, wat was het? Volgens mij was het 80, hè? Verderop was het 40. Ik pak even de Discord erbij, want dan weet ik precies wat erin zit. Ik heb dat bericht namelijk zelf geschreven, kappa. Per uur. Nou, ik remde niet zo hard, maar hij zit nu wel op de 40 kilometer per uur. Ja, er zijn 2 nieuwe routes aangekondigd. Dat zijn Hamburg-Lübeck en Cane Creek. Cane Creek is een Amerikaanse route van de Union Pacific. Logischerwijs worden alle al bestaande diesellocomotieven van Train Sim World, die ook bij de allereerste route zaten, ik ben al vergeten hoe die heet, worden meegeleverd in een ander kleurtje, dan weer wel. En de enige nieuwkomer, of 2 nieuwkomers, de BR112.
En die rijdt met de welbekende Dosto-rijtuigen, ofwel de Dobbelstok of de Dubbeldekkers van DB. En de BR-101 met Intercity-rijtuigen. Helaas zitten bij de Intercity-rijtuigen geen stuurstand in begrepen. Dat is dan weer jammer. En de 112 is eigenlijk een kopie van de 143. Dus het is allemaal een beetje copypasta, zoals altijd. Om het even samen te vatten. Een DB-101, een BR-112. En, oh ja, de Taurus die ze al hebben, die ook bij Rapid Transit meekomt. Die wordt in het zwart overgeschilderd in de MRCE-kleurtjes. Voor goederenverkeer. Ja. En dat voor een compleet nieuwe uitgave van Train Cimbrelt. Zijn we daar niet blij mee, jongens? Waarop mijn reactie is, inderdaad, daar zijn we niet blij mee. Moeten we met die troep. Weet je, ik verwacht op zijn minst dat er echt wat nieuws komt. Wat leuks, wat moois. Een nieuw land, weet je wel. In plaats daarvan krijgen we Hamburg Lübeck. Nou, die hebben we al in Train Sim. Krijgen we dus weer een route die al bestaat. Krijgen de BR-101. Nou, die hebben we ook al in Train Sim al twee keer inmiddels. De DTG heeft hem al een miljoen keer uitgebracht. En uiteraard gebruikt niemand die versie meer, de Kutu, want die is al zo oud. Dat die eigenlijk wel met pensioen kan. En vervangen moet worden met de VR-101. Zo, hiernaast ons de Intercity in de richting van Apeldoorn klaarstaat. Toch een bijzonder gezicht zo. Oh, bonk. Kijk, omdat het laatste rijtuig is, zag je dat hij toch wel een behoorlijke zwieper meekreeg. En daarom is het ook belangrijk dat je bij een rijtuigtrein even wat langzamer optrekt. Zeker in het begin, om de koppelingen strak te trekken. Moet je nagaan hoe dit is bij een goederentrein in Amerika trouwens. Hè? Terwijl links een andere BR-186 binnenkomt met een TD-7 of een TD-10 stam. Een van beide. Hoor ik net niet zien. Maar zoals ik zei, je krijgt een 101 die we al hebben. Hamburg-Lübeck kennen we al van Train Sim. Weet je, het is allemaal weer hergebruikt. En weet je, ze leveren uiteindelijk maar één nieuwe trein mee. Echt nieuwe trein. En dat is de 101. En als je nou zegt, ja, maar koploper, de 112, dat is ook een compleet nieuwe locomotief. Ik zei al, dan raad ik je van harte aan om even te kijken naar de 143 die we al hebben. Die loks zijn namelijk op een aantal details na aan de buitenkant vrijwel identiek. En ik kan je nu al op een briefje geven dat die locomotieven ook bijna identiek gaan klinken. Bijna identieke geluiden zullen hebben. Bijna identieke scripts. AFB. Het enige verschil is dat het ding 160 kan in plaats van 140. Ja, dan hebben we Cane Creek. Dat is natuurlijk een Amerikaanse route. Nou, daar krijgen we dus de routes uit de allereerste route van TSW bij. Even kijken, ik hoop niet dat dat wordt opgenomen voor YouTube. Want Steam die springt even naar boven op bij de andere scherm. Je moet eventjes kijken hoe die route ook alweer heet. We zitten op het punt dat het geluid wil overspringen, maar het nog net niet kan. Hier komt een DDR-stammetje met een 186, want ja, de 1700'ers zijn buiten dienst.
CSX Heavy Haul, dat was het. Maar ja, CSX Heavy Haul, weet je, de locomotieven die daarin zitten, krijgen we dus ook voor Cane Creek. Overgeschilderd in Union Pacific. Dus echt bijzonder is het pakket ook niet. Dus ik blijf gewoon lekker bij, bij Train Sim 2021. En wellicht zullen we het binnenkort, weet je, als dat pakket weer een keer komt met de 101 en de 112. En het is een keer in de aanbieding voor 50%. Ja, dan wil ik het wel een keer kopen, maar eerder ook niet. Ik ben benieuwd welke route er nog meer bij komt. Ik denk namelijk dat er ook nog wel een Engelse route bij zal komen. Ik vraag me af of ze de nieuwe high speed route al zullen doen. Die loopt van Faversham naar Londen. Douwe zegt, ik heb geen PC, dus ik moet wel TSW doen. Op mijn PlayStation 4. Ja, dat is dus iets waar ik eigenlijk helemaal niet blij mee ben. Dat men developt voor PlayStation en Xbox. Want daarmee hou je zoveel features tegen. En denk je misschien van, ja, waarom? Nou, dat komt omdat een gameconsole zoals een PS4 en een Xbox 360... waar ze nog voor doen... of was het welke Xbox? Ja, de Xbox 360 geloof ik. Die zijn zo ontzettend zwak. Weet je, daar kan je niks mee eigenlijk. Dat is gewoon te vergelijken met een hele slechte computer. En als je ook kijkt naar de grafische instellingen van het spel op die consoles, dan zie je ook echt wel duidelijk Xbox One, ik dank u. 360 is weer één niveautje lager. Maar je ziet ook gewoon dat de graphics enorm zijn teruggescaled. En ze hebben zelfs problemen met de traffic op de bepaalde routes. Dus bijvoorbeeld op de Bakerloo Line, dat is dus de underground. Daar hebben ze dus problemen met de traffic, omdat die PlayStation en Xbox die kunnen dat gewoon niet handelen. Dat is een Elias, goedenavond. Weet je, dat is één van de problemen. En dan denk ik van, ja, waarom moet je nou voor consoles dingen maken? Waarom niet gewoon beperken tot PC? Want dan kan je zoveel meer mee en dan kan je zoveel beter ontwikkelen en veel minder rekening houden met van allerlei limitaties die consoles hebben. Maar ja, TTG houdt maar rekening met één ding. En dat is hun portemonnee. Dus in dat opzicht is het natuurlijk een gigantisch succes. Zouden wij het stukje tussen Deventer en Zutphen uitrijden zonder tussenstations. Lekker 140 rijden. Oh! Daar komt een locomotief voorbij die even blauw is als onze ICR-rijtuigen. Met een goederentrein. Zo ver weg dat de boel ingeladen moest worden. Nee, weet je, dan blijf ik liever op Train Simulator, waar ik gewoon mijn eigen scenario's kan bouwen. Waar ik gewoon mijn treinen kan rijden, waar ik die uit Nederland bedoel ik dan. Want gewoon treinen rijden kan je in Train Simulator ook. Weet je, en dan neem ik voor lief dat ik niet rond kan lopen. Waar je je eigen dingen kan maken, inderdaad. En in de toekomst inderdaad misschien Simrail. Ik weet niet of er mensen zijn die nog niet gehoord hebben van Simrail. Simrail is een nieuwe train simulator die in aanbouw is momenteel. De geplande release staat momenteel in de herfst gepland van 2021. En de eerste route die Simrail gaat releasen, het is een totaal nieuwe sim. Ondersteunt multiplayer. Het ondersteunt eigenlijk alles wat je maar hebben wil, voor zover wij gezien hebben in de trailer. Je kan hem op Steam al vinden, even zoeken op Simrail. En de eerste route die zij uitbrengen is een route van bijna 575 kilometer, als ik het goed zag. En die bevindt zich in Polen. Het materieel wat meegeleverd wordt, dat is, daar word je eng van.
Want er wordt echt heel veel materieel meegeleverd. De 186, er wordt een Poolse stoomblok meegeleverd, er wordt een diesellocomotief meegeleverd, er worden rijtuigen in alle geuren en kleuren meegeleverd, goederen, etc. Er komt heel veel mee. En dat maakt het juist leuk. Aan de andere kant, bij Simrail is er wel een dingetje waar ik me zorgen om maak. En dat is, wordt het ook weer weet je, 30, 40 euro betalen voor één route, dus die route uit Polen in dit geval. Of worden er ook nog meer routes gereleased? Remmen! Oh. En waarom krijg ik nou een ATB-ingreep? 80, maar ik moet 120. Heb ik een sein gemist? Heb ik te veel over Simrail zitten praten? Ik heb te veel over Simrail zitten praten, want het sein stond op geel 8. Koploper, je zit niet op te letten. Veel. Gelukkig zitten we goed in de tijd. Even de remmen lossen. Nou, de wijzertjes staan weer stil. Dus het ding zal vast wel rijden. En dat doet hij ook. Sorry mensen in de IC Plus, jullie, ik weet dat jullie wat meer comfort verwachten. Maar we gaan heel eventjes als een hork rijden. Nog enigszins op tijd in Zutphen te zijn. Want we hebben nog maar 2 kilometer te gaan in 2 minuten. Maar Simrail, eventjes. Nee. Dus het. Nou, gooi ik hem zelf in de emergency. Een niveautje te ver. Dit vind ik ook wel het nadeel aan de tracks, hoor. Dat gerommel met die hendel. Het is niet zo, je houdt hem in en dat ding gaat remmen. Nee, je moet hem echt. Je moet hem. Een bepaald percentage moet je remmen. En op zich werkt dat heel goed, want je kan heel precies remmen met die tracks. Dat is wel heel fijn. Alleen, soms in TS is het net even, ja, werkt het net even niet lekker. Zeker met het toetsenbord. Weet je, ik kan me voorstellen als je machinist bent en dat je die hendel gewoon in een bepaalde stand kan duwen, zeg maar. Dat het een stuk fijner werkt dan wanneer je hier in TS met je toetsenbordje zit. Een keer proberen. Ting, 40. Beetje remmen. Kijk, dit bedoel ik. Zie je, nou remmen we heel rustig en heel mooi. We hebben nog een minuut, dus hopelijk zijn we op tijd. We moeten stoppen op 3 alpha, dus we moeten even het perron afrijden, dat dan weer wel. Rechts van ons een goederentrein. Links van ons Arriva. En een Flirt. Zo, remmen erop. Netjes bij de 8. Eigenlijk hoort dat niet. Maar goed, weet je, te Zutphen. Dat lukt wel. Lokale bekendheid. Voor de win. Hier een e-drivers van de Belgische Lineas. Toen nog B-Logistics. En hier een Flirt zonder ingestelde koersborden.
Overal netjes op tijd, een collega neemt de trein over voor de rit naar Roosendaal. Scenario compleet gemaakt door koploper Mau. Tevens aangepast door koploper Mau. Ik bedank jullie voor het kijken. Volg mij op YouTube en volg mij op Twitch. En ik zie jullie graag bij een volgende Train Simulator video weer terug.